Het MoMA New York, wereldberoemd museum. Maar wie is voor de bezoekers Anne-Theresa de Keesmaker? Anne-Theresa de Keesmaker? Anne-Theresa de Keesmaker. Which one? Anne-Theresa de Keesmaker. What is that? Anne-Theresa de Keesmaker? Wat? De Keesmaker. Keesmaker? You want Keesmaker? Werk, travail, arbeid. Een live performance, 5 dagen lang. Energiek, atletisch, wiskundig bijna. Ik ben in een museum. En in een museum, daar loop je meestal te kijken naar objecten. Maar hier zijn de objecten levende wezens. Muzikanten en dansers. En voor de mensen hier een unieke ervaring. Publiek ertussen, erlangs. Soms vanaf de rand. Soms zit je bijna op de dansers, hun vel. Kind of magical and scary and cosmic. But then in the end you look a little more and it's, then it's confusing. They're just running around, you know. Die nabijheid, de intensiteit, de energetische intensiteit als je zo dicht bij een danser bent. Niet alleen bij een danser, maar ook bij een muzikant. Hè? Want het is niet alleen Rosas, het is ook het Ictus Ensemble. Mensen hebben heel eenvoudige, maar terechte dingen aan. That's the way you dance, that's the way you play music. Hè? In cirkels lopen, het lijkt het leven zelf, in dans. I wanted to be out there with them. So for me it's fantastic to have all of this mixed up and not have a proscenium stage and have everybody feel as though we're part of it. Ik hoorde iemand die het gisteren zag en zei van moet het nog verwerken. Ja, kan zijn. Vreemde bescheidenheid na Centre Pompidou Parijs. Tate Modern in Londen, nu nog enkele dagen MoMA, New York.